Ik had nog twee zusjes, dus ons gezin bestond uit vijf mensen. En ik werd gewekt 's morgens vroeg om 5:30 door mijn vader. Wij sliepen boven en mijn ouders sliepen beneden. En die waren wakker geworden door het water wat in de kelder liep. En mijn moeder zei tegen mijn vader, moet je eens luisteren, ik hoor water lopen. Dus mijn vader draaide zich om en gromde, je hebt ook altijd wat. Dus ging rustig verder. En op een gegeven moment zei hij, nou dan ga ik wel kijken. En toen ging hij kijken en toen lag er buiten, of lag er water. Dus toen is hij naar boven gekomen, heeft ons wakker gemaakt, dus de drie meiden. En heeft mij mee naar beneden genomen. En hij zette mij dus midden, ja het was niet midden in de nacht, het was 5:30 morgens. Het was natuurlijk nog donker, dus hij zette mij op de dijk. En hij zei tegen mij, en jij blijft daar zitten tot ik terugkom. Nou, dus ik bleef zitten en hij ging weg. Ik heb gegild, dat weet ik nu nog. Ik heb zo gegild, het was zo donker. Het was de storm, het was verschrikkelijk. En voor mijn gevoel kwam mijn vader nooit meer terug. Voor mijn gevoel heb ik daar een hele nacht gezeten, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is... En mijn vader is teruggegaan om mijn moeder en mijn andere twee zusjes. En dat water steeg natuurlijk heel snel, dus toen hij terugkwam kon hij het huis al niet meer binnen vanwege de druk van het water. En toen heeft hij een ruit ingeslagen en zo mijn moeder en mijn zusjes naar buiten gehaald. En zo zijn ze dus gedrieën, zijn ze naar de dijk gelopen om die schuur en om die boerderij heen. En toen kwamen mijn ouders om die hoek en er was de stroming zo snel dat mijn zusje, die in de armen van mijn moeder zat, gewoon voorover viel in het water. Om welke reden weten we niet meer, maar dat zal die stroom wel geweest zijn. En ze hebben een heel gevecht gehad om door dat water heen bovenop die dijk te komen. Hij kwam op de dijk en toen viel hij op zijn knieën en toen dankte die God dat het gezin gered was. Niet woest dat het gebeurd was, maar dat ze gered waren. Als ik nu mijn eigen kleindochter zie, die is 4 jaar, nu realiseer ik me pas wat dat was om ook voor mijn vader mij op die dijk te zitten als een kind van 4 jaar. En dan zeggen, jij blijft zitten tot ik terugkom. Ik hoor hem nog zeggen. Het vertrouwen wat hij dan in mij had en dat ik ook niet ging staan, dat ik alleen maar zat te gillen. En dat hij weer terugging, weer terug dat water in, om mijn moeder te halen. Ja, dat, als je daar later aan denkt, dan... Ja, dat is ongelooflijk.